Ja, 13 maart was het moment dat in de hele cultuursector eigenlijk alles op de handrem werd gezet en niks meer door kon gaan. En het mooie is, ik heb nu, of dat is eigenlijk niet mooi, maar ik heb iemand hier aan tafel zitten, Nelly van der Geest, die eigenlijk die handrem vrij letterlijk door het project heen voelde komen. Nelly van der Geest, je bent regisseur, tekstschrijver, straatzangeres onder andere. Nee, ik niet. Ik heb mijn straatzangeres helaas niet mee kunnen brengen. Oh, dat is ze het. Is aan het zingen op straat. Waar? Okay. Nou, ja. Nou, kijk. Ze moest in elk geval iets anders doen, wat haar ze misschien staat weer een nieuwe mogelijkheden gaf. Staat mensen inspiratie te geven. Laten we daarop houden. Maar jij bent er gelukkig wel. Ik zei die handrem. Jij was bezig met een project. Ja. Wat voor project was het en wat is er gebeurd? Nou, ik was bezig met een project op locatie op de molen De Gesina. En dat is een kleine molen die sinds 1853 bestaat, zeggen ze. Maar er zijn allerlei verhalen omheen. En mijn taak was om die verhalen te proberen te vatten. En dan denk je in eerste instantie aan de molenaarsfamilie of weet je wat, daar zijn er natuurlijk. Daar had ik geen zin in. Ik wilde de molen zelf laten praten. En een molen. Zelf. Ja. En ook waaruit de molen bestaat. Dus, en dit is een molen die beroemd is door de IJsselsteentjes. Kijk, 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 kijk. Oh, te gek. Dat zijn nou IJsselsteentjes, maar niemand weet welke soort steentjes dat zijn. Dus dat ben ik gaan uitzoeken. Ik dacht natuurlijk naar de IJssel, maar nee, dat is de Hollandse IJssel. Dus dat zijn IJsselsteentjes uit de Hollandse IJssel. Ja. En dus ik heb een tekst gemaakt waarin de molen zelf vertelt hoe zij steeds opnieuw zichzelf weer uitvindt. Want daarin lijken molens eigenlijk best wel op cultuur. Of cultuur, ja. Want elke 30 jaar zakken ze in elkaar en dan moeten ze weer wat anders. Ja. En dan worden ze, weet je wel, moeten ze geïndustrialiseerd worden of zijn ze niet meer goed of het is oorlog of weet ik veel wat. Ja. En of deze molen staat eigenlijk vlak bij de Hollandse waterlinie. Ja. Dus de nieuwe. Dus die moest weer weg als er geschoten moest worden. Maar dat wil de molen dan niet. En zo, weet je, dat soort verhalen. Wat mooi. Je geeft de molen heeft een verhaal, maar jij zorgt dat de molen een stem heeft om het te vertellen. Ja. Dus je bent de vertaler van de molen, tolk voor de molen eigenlijk. Nou, prachtig gezegd. Ja. Je was dus dan bezig dat project te maken en in stijgers te zetten, om het even zo te zeggen. En je hebt ook je hebt een tekst voor je liggen. Is dat dan de molen? Dat is een stukje van het begin van de molen, waarin de molen zelf vertelt van hoe ze. Ja, het is een hele trotse dame in het begin. En verloop van tijd zakt ze weer uit en dan heeft ze weer allerlei problemen. Dus de molen stelt zich eigenlijk voor aan ons. Ja. Ik ben wel. Zal ik dat doen? Ja, als je het wil voorlezen, dan vraag ik iedereen om aandachtig te luisteren. Dan gaan we van jou genieten. U wilt weten hoe oud ik ben? Dat vraag je niet aan een dame. Ik lijk wel een kat. Veel levens en altijd weer op mijn pootjes terecht. Ik was er al. Met mijn kapwerk van gestoken riet. Mijn ribbenkas van geelmuizige IJsselstenen. Ik ben er al. Voor het fort gebouwd wordt. Voor die regimentslui over de dijk banjeren. Met mijn arduinen groeven en mijn koppelblauwstenen. 1853. Ik ben het enige stenen gebouw hier op de dijk. Het fort komt. Het fort eist vrij Schotsveld. Ha, te laat. 1870, dus ik ben eerder. Wie later komt, die moet van hout zijn. En afbreken bij oorlog. Maar om mij kunnen ze niet heen. Wij, molens, wij brengen leven. Kijk, ik ga dat toch even verklappen, hoor. Het is, ik heb het gevoel dat ik de molen ook ken. Maar het is een krachtige en een trotse dame inderdaad. Ja, het is echt een Gesina heet ze nu. Vroeger heette ze Groene Kan, maar nu heet ze Gesina. Ja, en ik kan me wel voor wat jij zegt, dat aan het begin een beetje zo van, nou, je kan het ook zien als de cultuur. Het lijkt ook alsof de molen het verhaal van de cultuursector een beetje vertelt, als ik het zo goed. Want je kan het dus wel wegduwen of je kan het dus wel, wat net even voice moet eigenlijk uiteindelijk zijn wij het oudste wat er is. Ja. Ja. Ouder dan alle instituties die we natuurlijk daarna bouwen. Dat komt voort. Dat had ik nog niet bedacht, maar dat is een goede gedachtensplinter. Dat gevoel krijg ik zo'n beetje van. Maar hoe gaat het verhaal nou? Want nu is het gestopt. Gaat het verhaal nog ooit verder?
Als het mee zit, gaan we het volgend voorjaar doen. Ja. En op zich zouden wij, want het is heel kleinschalig, want je zag de spelers staan op de... Ja, en er is nog een DJ bij, die speelt de wind. Ja, oh, te gek. Want de wind is natuurlijk ook de wind en de molen samen brengen dat leven. En we gaan het volgend voorjaar weer doen. En dan moeten we het binnen die coronaregels doen. Maar dat kon eigenlijk met de molen wel. Maar het is een onderdeel van een groter project. Ja. Waarin eigenlijk locaties op een nieuwe manier hun eigen verhaal vertellen. Ja. En ja, ik hoop dat we het volgend jaar wel kunnen doen. Maar je merkt toch dat degenen die er allemaal mee bezig zijn. Die dat ingestoken kapwerk maken. Weet je, die zijn allemaal een beetje kaal. Weet je, het leven wordt gewoon... De wieken draaien even niet Nee, meer. De wieken liggen eraf. Ja, dat kan me heel goed. En daarom ben je hier denk ik ook. Juist. Om een handtekening te zetten. Ja. Is het namens het hele gezelschap of namens hoeveel mensen ga je een handtekening zetten? Namens 11. En dat zijn eigenlijk twee gezelschappen. De groep waarmee ik het maakte, ja. Deze. Maar ik had net voordat de corona 9 maart, ja. Had ik een andere voorstelling af, klaar, geregisseerd. En die heeft zijn première beleefd. En dat was een voorstelling voor demente bejaarden. Oh, wow. En die is ook gespeeld in de Voorveldse Hof. Ja. En die was gespeeld door de Anita's. Dus ik teken ook namens de Anita's. En tekent u ook stiekem een beetje namens deze molen? Ik heb het gezien en gevraagd vannacht. En ze zei ja. Ze zei ja. Kijk, dat is een hele bijzondere die we erbij zetten. Dan zou ik aan je willen vragen, Nelly, of je namens... die 11 mensen en namens de bijzondere molen die krachtig overeind staat... en ook zal overleven of jij je handtekening op de muur wil plaatsen. En dan zetten we dat aantal erbij. Hij is al gekregen. Ja. Geweldig. En dan dank ik je hartelijk. Graag gedaan. Yes.